Wilson Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over Bitcoin en ik neem even uh, AXS mee. Ik kreeg daar best wel veel vragen over, dus die neem ik wel mee in deze video. Voor als je nieuw bent, ik ben ook nieuw op YouTube, dus ik zal een beetje e euh en a roepen. Maar ik zit wel al acht jaar in de crypto. Ik heb heel veel slechte dingen geleerd, waardoor ik veel geld heb verloren. Maar uiteindelijk heel veel goede dingen geleerd, waardoor ik heel veel heb verdiend. En dat wil ik gratis gaan delen op YouTube. Uh, zodat je mee kunt tekenen, mee kunt bouwen en uiteindelijk zelf kan, uh, beslissingen kan maken. En zodoende ook grafieken kan lezen. Als je eenmaal mijn video's enorm veel hebt bekeken. Vind je dit leuk trouwens? Geef het zeker een duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren als je mij verder wilt volgen in andere trades. Het is nu gewoon een rustige periode. We zitten in een vakantie, uh, of in een vakantie. We zijn gewoon in een periode hier, hebben We een hele goede periode gehad. We denken ook. Uh, dat die corona begon is wereldwijd hebben mensen thuisgezeten, niet veel kunnen uitgeven aan vakanties, uit eten en dergelijke. Waar normaal wel heel veel geld naartoe stroomde. Dat stroomde grotendeels naar crypto, maar ook naar aandelen. En zodoende ook naar andere soorten beleggingen. Ik kijk naar de huizenmarkten. De, het geld, dat was overal. Op dit moment zie je dat er meer een verkopersmarkt is. ook weer in de huizenmarkt, verkopersmarkten. Maar goed. Je zit dus nu in een periode, in het grootste gedeelte is een vaccin in de wereld gekomen. Uh, mensen kunnen weer naar buiten en geven daar ook weer wat meer geld aan uit. En zodoende zie je dat ook aan het sentiment van Bitcoin, want er wordt weinig gekocht, er wordt voornamelijk verkocht. Uh, dus je zit gewoon in een ander soort periode. In andere video's van mij zie je mij een vergelijking maken van waar we nu zitten, dat ik daar een vergelijking maak naar 2019. Dat het even goed laten zien. En het is een soort van herhaling daarvan, of van die andere video. Met zo goed om dingen te herhalen, om het wel uh, te onthouden. Let even op deze. En dan misschien dat ik even moeten highlighten. Let op deze move. En voornamelijk ook weer die box en een beetje die downward trend. Uh, onthoud dat. En dat nemen we mee naar. Uh, naar 2019. Daar hadden we ook een, een goede, echt een goede boel. Uit het niets. En dan bedoel ik een goede boel uit het niets. Dat was hier. Hier krijgen wij al alle signalen dat we hoog gingen. Dus hier gingen we er ook in om lange termijn bitcoin. Maar goed, je hebt hier een lange move en een grote move gehad. Daarna krijgen we beetje dat top-patroon in -patroon. en we gaan daarna down. En een sideways move. Waar we, wat ik dus vergelijk met waar we nu zitten. Hier Deze sideways move ongeveer een maand, we zitten er nu al twee maanden in, ander tijdperk. Hier hebben we nog geen corona gehad, dus daardoor is het ook gewoon wat anders. Maar als het goed is, kun je wel een beetje hetzelfde terugzien. Dus je hebt die downmove gehad, je komt in een soort van box terecht. En je hebt ook een lichtelijke downtrend, die nu wat sterker is, die downtrend dan hier. Maar je ziet ook weer wat ik net zei, onthoud dat ene stuk. Dus die, uh, deze move. Misschien als ik het highlight, dat je dan meteen uh, je fotograafsgeheugen kan laten werken. En dit bedoel ik met het begin, uh, een beetje beginnend op YouTube. Dus deze move onthouden. En hierbij, in die andere video, gaf ik ook weer van. Dit kan, het hoeft geen garantie te zijn voor de toekomst, maar je kan een beetje een idee hebben wat een prijs kan doen. Dus je zit nu een beetje in deze move down, dat je opeens een uh, move up kunt krijgen. Wil nog niks zeggen, want we zijn nog niet uit de down move gebroken. Of deze downtrend, die groene diagonale lijn. En daarna gaan we nog zelfs lager. Dus als ik dat terug moet verhalen uh, naar nu. Dan zouden we nu nog steeds iets lager gaan. Dus we zouden nu een move hebben tegen deze downtrend aan moeten en daarna lager. Nogmaals, het verleden hoeft echt niet garant te zijn voor de toekomst. Maar je hebt hier ook nog een open spot. Een open spot of een square, geeft een naam. Maar je hebt hier een plek waar we niet zijn terug geweest en waar we waarschijnlijk naartoe terug moeten. Net als hier. Ik heb gewoon niet echt het idee dat als we gaan, dat we meteen naar die 20.000 gaan. Uh, volgens nog hebben we echt een grote daling al achter onze rug, dus ik denk niet dat we nog een keer meteen zo'n grote daling daarna kunnen krijgen. Het kan allemaal wel gebeuren en daarvoor zijn je stoplossers. Maar goed, wat ik hier dus wil meegeven is dat je hier dus nog die open spot hebt. Eigenlijk is het maar één candle. We zijn wel teruggekomen, maar niet deze candle gevuld. Als ik dan even een lijn trek, tot een beetje, gewoon ja. midden van die candle pak ik hem even. Terug naar hier. Maar goed, hier hebben we dus die square-up. Als je echt die move van uh, 2019 erbij pakt en dat je inderdaad nog één kleine move krijgt voor, om, om die bounce te kunnen krijgen. En die bounce was echt gigantisch toen in 2019. Dat kan nu wel anders zijn. Maar goed, dan heb je dus een beetje rond die, nou zeggen we tussen uh, de 25.000 en de 26.000 heb je die open plek. Dus waar we misschien nog kunnen groeien. Ik laat deze lijn staan. Voor de volgende video, als we daar misschien zijn gekomen of als we dat hebben gepierced of wat dan ook, dan hebben we in ieder geval een level waar we uh, naartoe hebben gekeken. Valsnog heb je hier dus mooie plekken gehad om een uh, positie te kunnen winnen. Stel dat je nog niet in Bitcoin zit en je hebt al geleerd en je weet dat hier een mooie risk-reward plek zit, dan heb je hier dus een plek. Stel dat je hier hebt gekocht of aan de onderkant van die box hebt gekocht en we gaan dus nog een stuk naar beneden, dan is dat stuk een 15, 16%. Dus je zou eventueel een stop daaronder kunnen zetten. Je kan ook een hele strakke stop loszetten. Of je staat al breken, even. En je gelooft heilig in dit. Ja, maar dat zou ik niet doen. Maar goed, je wacht gewoon eigenlijk het liefst totdat hij hier uitbreekt. Dus dat hij uit deze downtrend breekt. Support vindt. En eigenlijk daar een beetje uh, weer kan kopen. Ehm. Uh... Nog veiliger is dat hij dit level gaat breken en dat, we, dat je hier pas in de uitbraak in een retrace koopt. Maar goed, dan heb je nog maar een heel klein stukje over en uh, ja, blijf gewoon riskant. Ik, mijn strategie is nog steeds hetzelfde. Dan heb je ongeveer dit als target. En misschien moet ik dit dus ook aanpassen, maar ik heb hem nu tot en met deze candle. Misschien moet ik hem dan aanpassen naar die candle. Maar pak je iets van de onderkant van die box... Dan heb je dus die eerste target een beetje van die 30%. Tweede, een 55% en de derde target bij die square up hier heb je een 75%. Gaan we nu meteen naar beneden? En dan kun je hem dus bijvoorbeeld al hier zetten. En je ziet dat de lijnen nog best wel oké okay werken. Tenminste, we moeten het zien. We kunnen deze pas verleggen als die candles komen. En dan nog zie je dat je die WIK een beetje eraf kan halen. En dat je, dat je alsnog wel zo kan rekenen. Maar goed, je hebt hier dus je plekken en je levels om te kunnen. Of tenminste waar je beslissingen kan nemen. Ik ben niet je financiële adviseur, trek dit soort dingen ook zelf. Ik zit op een vier uur en maak een video, probeer het wat sneller te doen. Hier gaat echt wel wat tijd in zitten. Normaal ben je echt wel meer dan een uur bezig om alleen maar één ding te kunnen uh, herleiden. Of één lijn te kunnen trekken. En dan bedoel ik niet, deze lijntjes, die trendlijnen, kunnen kan iedereen trekken. En daar begin je ook mee. En daar gaandeweg leer je ook uh, dat het gewoon meer om het te lezen is. Maar je kan er niet echt op treden. En soms ook wel, natuurlijk. Bijvoorbeeld in deze range kun je er eigenlijk wel op treden. Aan de onderkant en de bovenkant kun je beslissingen maken. Maar goed, je hebt hier dus, als ik dat dus vergelijk met die 2019. Wat echt wel vergelijkbaar is. Dan kunnen we dus nog een move-down krijgen. Ik wil even die 2019 in Bel. Je ziet hem nu links onder komen. Dus als je hier kijkt, hier zitten we onder die rode moving average. Onder die rode moving average. Ja, het lijkt er gewoon verdacht veel op. Maar goed, het hoeft niet een garantie te zijn dat het gaat gebeuren. Het heeft wel alle vermoeden van. Als het anders gaat, dan laat je eerst gewoon dus. En dat kan ik hem wel even tekenen. Dan laat je dus eerst. Hier uitbreken, dus het breekt en hij pakt hem piep de hele tijd niet. En waarom jullie zagen dat ik erop drukte, dus hij staat aan. Oh ja. Dus hij breekt eruit, retrace het liefst kopen en daarna verder groeien. Wat je dus in 2019 zag, is dat je hier die uh, dat je even een upmove kreeg. Misschien pierce je hem dan en daarna die downmove en vanuit hier de bounce kreeg. En daarna denk ik dat we veel verder kunnen zakken. Want daarna heb je gewoon weer die 20.000. Daarom bedoel ik van uh, het gaat niet in één keer. Het zal in ups en downs naar beneden gaan. Maar dit is mijn grootste vermoeden of de grootste waarschijnlijkheid wat ik in mijn berekeningen al heb teruggevonden. Dat we hier echt wel naartoe gaan en... Ook weer dat, de hele wereld ziet dat. Als ik even naar nou die lijn laat staan. Als ik gewoon even deze lijn en deze lijn, en als je gewoon de basis van traden kent, dan heb je hier een plafond of een resistance wat support moet worden. Dus reken maar dat hier heel veel koopkracht zit. Dus je kan hier een bounce verwachten, dat wil niet zeggen dat dit een bodem is. Want zoals je ook weer kan zien, heb je hier te maken met square ups. En je moet je afvragen of hier deze square ups nog gevuld moeten worden. Maar goed, je hebt hier weer een mooie plek om je erachter te achter kunnen verschuilen. Dit zou je eerste plek kunnen zijn voor als we veel lager kunnen zijn. Dit is nogmaals een glazen bol theorie. Het hoeft allemaal niet te gebeuren. Maar zo heb je wat scenario's voor je voor de komende maanden. En zodoende kun je deze video ook altijd weer terugkijken. En ook andere video's, omdat het allemaal langetermijn plaatjes zijn. Dan krijg ik dus heel veel vragen over AX. S vergeet ik nogal wat over Bitcoin? Niet echt, want ik laat je de tax voor de upside zien. Ik heb je de onderkant laten zien, dus je hebt een beetje een beeld waar je naartoe kan gaan en waar je mee kan rekenen. Probeer dus zelf ook deze Fibonacci te tekenen. En ik zit gewoon in TradingView, dus dat kun je allemaal ook gratis doen, als het goed is, via de, via de website van TradingView. Ik zit nu in de app. Uh, daarnaast zet ik allemaal dus beschrijvingen. In, of in de beschrijving van de video heb ik allemaal handige linkjes. Zodat je je eigen onderzoek daarin kan beginnen. Of naar nou, de desbetreffende Coins, ook in andere video's. Ik krijg dus veel vragen over AXS. AXS. En als ik die bekijk op Binance. Of ja, Binance. Dan heb je hem dus eigenlijk al gehad. Tenminste, eerst tegenover Bitcoin. Ik heb hem al een beetje ontleden, maar. Het is wel een goede voor de basis van de Fibonacci's te leren kennen. Hier heb je een sideways move. Je breekt er hier uit. En dit is de top. En je landt, dus dit is de top, en je landt hier op de 0.6 en 8. Dat is vaak heel bullish. Als we daar verder in gaan, dus je ziet dit gebeuren, dan kan je eigenlijk al gelijk je extension tool erbij pakken. En die extension tool. Of tenminste, dat hij op die 0.6 en 8 is geland hier. En daar support vindt en van daar verder groeit. Dat is een steken waardoor je, je exchange tool met die hele leg. Dus deze hele leg kun je pakken. En dan zie je. En ik zit op een dag. en ik heb hem in één keer. dat hij meteen de top heeft bereikt. Dus die 4.236. dat is vaak een top. Uh, van heel veel coins. Van daar gaat het naar beneden. En je ziet het ook meteen naar beneden glijden. Hoe sneller het naar boven kan gaan. Hoe sneller het ook naar beneden kan gaan. Dus hierin kan ik al gelijk zien. Ik heb deze helemaal gemist. Dus ja jammer voor mij. Ik hoop dat de anderen wel wat winsten eruit hebben kunnen halen. Maar goed. Dit is voor mij klaar. Hierbij zie ik van oké. Okay, deze heeft een move gemaakt. Die heeft zijn grote move ook al gemaakt. Dus ja niet meer interessant. Misschien weer in de toekomst. Als ik dan naar de toekomst ga kijken. Dan wil ik dus beneden ergens erin stappen. Dus hier nogmaals, hier, als je die eerste move hebt in je land op die 0.68, dan kan je die hele move gebruiken, of tenminste die hele lag gebruiken. En die lag is die hele move voor je extension tool. En zo zie je, heb je meteen een hoogtuig. De prijs gaat snel, je ziet hier een beetje reactie. Als ik uh, even deze, die, eerst die witte weghalen. Als ik er iets verder in duik, dan zal je wat meer reactie erop zien. En nog niet eens perfecte reactie. Die prijs gaat ook super snel. Want het is, het is gewoon niet zomaar een move. Het is gewoon een move van 700%. Als ik me gewoon even van vier pak tot met hier. 700% voor je termijn Bitcoin. En dat in. Nou, zeg maar drie weken. Dus dat is gigantisch gek. Overal Squares. Je ziet ook op mijn cirkels al bij de Squares. Als ik dan naar de toekomst ga kijken. En ik vind deze interessant. Het liefst helemaal van deze bodem. Maar. Stel ik ga om dan zijn dit dus mooie plekken om... Nou, je ziet ook waar die square-ups landen. Bij die 0.6 en 8, bij die 0.786, maar daaronder heb je ook nog square-ups. En je moet je dus afvragen, als zoiets zo snel groeit, dan kan het dus ook zo snel dalen. Dus het liefst zit je helemaal op de grond te wachten daarmee. Maar je hebt dus hier best wel kansen waar je uh, op kan voorbeduren. Of waar je misschien wat trades kan pakken. Want net als hier, je kan die soort van bounce trades krijgen... En ik heb het wel de hele tijd over bounce trades, maar. En dat is niet eens hier het geval, maar je hebt het eigenlijk over, uh, bij Bitcoin over een relief rally. Ik zal daar ook een link van in de beschrijving stoppen, zodat je een beetje kan lezen wat dat inhoudt. Maar een relief rally zegt het al, een soort van opluchting van de markt. Dus als je hier een rally krijgt, een soort van bounce, dan is de hele markt opgelucht, want iedereen zit eigenlijk weer in goede winst. En dan is het oppassen geblazen. Ik hoop dat jullie wat in deze video hebben gehad. En ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En de nieuwe abonnees, hartstikke bedankt. Vond je dit een leuke video? Geef het echt een duimpje omhoog, dat helpt me enorm. En tot de volgende keer. Adios.